Welkom bij weer een nieuwe video. Het is eventjes geleden dat ik er was. Afgelopen woensdag had ik geen video voor jullie online. Ik kon het gewoon weg niet redden. Diverse privé dingen die er gebeurd waren. Ik heb al wat verteld op mijn groep op Facebook. Patricia's Inspiratiehoek. Ja, daar zet ik wel eens dingetjes privé op. En gewoon om jullie daarin mee te nemen, alle leden. Het is een besloten groep, dus niemand anders kan het lezen als alleen de leden van de groep. En iedereen kan daar zijn of haar creaties plaatsen. Maar af en toe zet ik er dan ook wel dingetjes op. Ik heb leuke giveaways. Ik laat haar dingen zien wat ik aan het doen ben, waar ik mee bezig ben. En dus een voorsprong op de video's die allemaal komen gaan. Vandaag zit ik op zolder en eigenlijk voor het eerst samen met Sophie, sinds ik de zolder een beetje verbouwd heb, sinds de nieuwe meubels er zijn. Het is nog steeds niet ingericht. Ik hoop daar de komende week toch wel iets tijd voor te gaan krijgen. Het zijn razend drukke weken hier geweest. Heel veel gesprekken gehad, heel veel van alles en nog wat is er gewoon gebeurd. En dus heel druk geweest. Niks eigenlijk bijna aan creatieve dingen kunnen doen. Maar we gaan het vandaag opnieuw proberen. Of niet, Sophie? Ja. Je mag wel even hallo zeggen. Hallo, mama is een fan. Slapje en meneer Zebra zit erop. Ja, ik heb extra toeschouwers vandaag. Ja, net zag ik ook al een vlieg. Twee knuffels die meekijken vandaag. En inderdaad, een klein vliegje, die zag ik hier ook. Maar die mag ook meekijken vandaag. Ik ga vandaag een soort van pennenblikje maken. Nou, elke woensdag heb ik eigenlijk video's voor jullie die die iets budgetsachtig zijn. Nou, afgelopen woensdag dus geen video voor jullie gehad. Vandaag ga ik ook soort van iets budgetsachtig doen. Ik ga namelijk een klein Pringle chips doosje. Dat ga ik omtoveren in een pennenblikje. We hebben een aantal van deze doosjes gekocht. Bij ons in Oldenzaal heb je de medicamenten De Grenzen zitten. Dat is een soort drogist waar ze ook heel veel andere dingetjes verkopen. Ze kopen van alles en nog wat kopen ze op. En dat wordt dan heel goedkoop daar weer verkocht. Deze Pringles hadden ze daar dus ook. Die hebben we daar gekocht. Nou, Sophie heeft ze lekker leeg gegeten. En ik ga er nu leuke pennenblikjes van maken. Die op het bureau straks kunnen komen te staan. Sophie die heeft nog wel wat pennenblikjes nodig. En ik vind het wel leuk dat het allemaal bijpassend is. Dus ik ga ze bewerken met papier die ik gemaakt heb met mijn gelplate. Ik heb hier van alles liggen. Echte gelplate afdrukjes. Ook gedeeltes waar ik mijn plaat op schoon heb gemaakt. Waar ik de breer op heb afgerold. Er zit ook heel veel tissuepapier en patroontekenpapier bij. Wat ik dan veel gebruik. En ik ga dat gebruiken om een soort van collage te maken. Zodat ik de buitenkant van dit blikje mooi ga bewerken. Zodat het straks allemaal weer mooi bij de rest van de zolder past. Nou, deze dopjes die zitten er normaal gesproken op. Die haal ik eraf natuurlijk, anders kunnen de pennen en potloden er niet in. Deze gooi ik niet weg. Sophie die zei net al, je kunt er verf op doen. Je kunt ze gebruiken om cirkels mee te maken voor je gelplate. En ik ga ze dus in mijn doos doen waar ik alles in heb zitten voor mijn gelplate. Zonder weg te gooien kun je eigenlijk altijd nog wel weer gebruiken voor iets. En dat is ook eigenlijk mijn insteek altijd voor de woensdag. Ik wil dan iets van budget laten zien, hoe ik dat allemaal oppak. Nou, vandaag gaan we het dus een beetje combineren. Ik ga iets leuks doen wat ik gemaakt heb met mijn gelplate. Absoluut niet iets budgets. Een gelplate is best kostbaar. Maar heb je hem eenmaal aangeschaft, dan kun je er eigenlijk van alles mee doen. En ook dan kun jij budgetachtige dingen doen. Want ik heb hier geprint op kopieerpapier. Is niet duur. Dit is patroontekenpapier.
is ook niet zo heel erg duur. Dus wat dat betreft ook gelijk alweer een beetje budget. Nou, de papieren die bewaar ik allemaal bij elkaar in van dit soort mapjes. Kun je bij de Action kopen, bij de HEMA, kantoorboekhandels. Ja, kun je ze eigenlijk overal wel kopen. Deze heeft een mooi drukknoopje. En heb ik dan zo'n sessie gehad met een gelplate, dan stop ik alles bij elkaar in zo'n mapje. En dan kan ik het gebruiken. Ik weet zeker dat dit allemaal bij elkaar past. Ik heb namelijk constant dezelfde kleuren gebruikt op mijn gelplate. Dus alles wat hierin zit past op een of andere manier bij elkaar. Dus kan ik gewoon ook door elkaar heen gaan gebruiken. Daar ga ik dus dit doosje mee beplakken. En helemaal niet moeilijk om te doen. Maar het is wel ontzettend leuk. En eigenlijk voor weinig geld maak je weer iets leuks met iets wat je misschien normaal gesproken weg had gegooid. Ik ga wat dingen klaarleggen en dan gaan we beginnen. Nou, voordat we gaan beginnen met het plakken van het papier, ga ik eerst een laagje gesso aanbrengen. En dat doe ik zodat alles niet zo erg meer naar de voorgrond treedt. Kopieerpapier is toch een beetje dun papier, dus het zal misschien iets gaan doorschijnen. Dat wil ik niet. Dus ik ga eerst even een laagje gesso aanbrengen. Ik heb hier een tube gesso, maar het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit welke gesso jij gebruikt. Je kunt het rechtstreeks uit de tube halen. Ik vind het gemakkelijker om een klein beetje gesso op mijn werkvlak te leggen. Dit is mijn grote kraftmat waar ik op werk. En daarbovenop heb ik nu een wit matje gelegd. Deze is van Ranger. Hij is wat kleiner. Mij iets te klein. Dus vandaar dat ik mijn grote kraftmat er nog onder heb. Maar het is wel iets duidelijker nu op camera wat ik aan het doen ben. Het kan overigens zijn dat het licht een beetje gaat wisselen. Ik merk het in ieder geval wel. De zon is aan het spelen. Ja, de zon is vandaag een beetje aan het spelen door het zolderraam. Nu wordt weer licht. Het wordt weer licht. De zon gaat weer een beetje schijnen. Normaal gesproken dan film ik alles. En weer donker. Ja, normaal gesproken film ik alles 's avonds. Maar het is nou middag. Het is 1 uur. Vrijdagmiddag dat ik dit voor jullie film. Ik ben blij dat de zon schijnt, dus we gaan er niet over lopen klagen. Normaal gesproken film ik dus 's avonds en dan heb ik geen last van het lichtinval. Nou, ik ga gewoon een laagje gesso aanbrengen. En ik ga meerdere laagjes aanbrengen. Ik denk dat ik 2 of 3 laagjes ga aanbrengen. Ik laat het tussendoor even drogen. Ik neem ook het randje mee. Het randje is nu nog zilverkleurig, maar ik wil het straks mooi wit hebben. Dus ik ga gewoon een laagje gesso aanbrengen. Ik laat het tussendoor even drogen. Je kunt het met de heat tool gaan drogen. En ik denk dat ik iets van 2 of 3 laagjes ga aanbrengen voordat ik het papier erop ga plakken. Op die manier heb je dus de afbeelding heb je wat naar achteren geduwd. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit als het papier een beetje doorschijnend is. Je kunt dit natuurlijk ook heel goed doen met designpapier. Dan moet je wel wat dunner designpapier hebben. Dat hele dikke bijvoorbeeld in die grote blokken van de Action die ik ook heel veel gebruik. Die zijn gewoon te dik. Die zou ik hier niet voor gebruiken. Waarom niet? Omdat het rondloopt. En ga je dan dik papier gebruiken, dan krijg je misschien lelijke vouwen erin. Dus ik zou dat niet doen. Ik zou gewoon wat dunner designpapier dan gebruiken. Nou, kopieerpapier is dus heel erg geschikt hiervoor. Is ook dun. Nou, het eerste laagje zit erop. Ik laat het even drogen. Dan ga ik nog een aantal laagjes opbrengen. En als dat helemaal klaar is, als dat droog is, dan kom ik bij jullie terug. En dan gaan we aan de slag met dit leuke papier wat ik zelf bedrukt heb met mijn gelplate. Dus ik ga nog even wat laagjes aanbrengen. En als alles droog is, kom ik weer bij jullie terug. Nou, daar zijn we weer terug. Het blikje is voorzien van gesso. Het zit er nog niet helemaal onder, maar dat geeft niet. Vind je straks niets meer van terug. Ik heb 2 laagjes gesso gedaan en ik heb op sommige plekjes nog wat extra gesso aangebracht.
Ik heb het aan de lucht gedroogd. Ik heb het geprobeerd met de heat tool. Maar ja, het blikje begint toch wel iets te vervormen. Dus ik durfde dat niet zo heel erg goed. Dus ik denk dat je het ook beter even aan de lucht kunt laten drogen. Dus de gesso zit erop. Ik heb mijn gel medium erbij gepakt. Ik gebruik hem van Amsterdam. Ja, omdat ik toevallig dat merk heb. Hobby Shop Online heeft dit merk ook te koop. Maar heb je een andere merk, gel medium, is helemaal prima. Craft Emotions heeft bijvoorbeeld ook van die lijm in hun assortiment. De Action heeft zelfs een gel medium waar je hetzelfde mee kunt doen. Tenminste, hebben ze altijd gehad. Ik weet niet of ze dat nu nog hebben. Nu is het toch wel raar, hè? In deze tijd, ik heb een online bestelling geplaatst bij de Action. Click and Collect. Moet zeggen, ze hebben lang een assortiment wat ik daar eigenlijk altijd koop. Hebben ze niet voor Click and Collect. Dus ik heb daar niet alles kunnen kopen wat ik daar normaal altijd koop bij de Action. Maar er is weer wat mogelijk in ieder geval. En nou ja, gel medium, welk merk jouw winkel eigenlijk maar verkoopt. Ik gebruik wel een matte versie. Je hebt ook een gloss versie. De mat, die vind je niet terug. Een gloss versie blijf je altijd zien. Daar komt een glimmend laagje overheen. Dus ik gebruik een mat versie omdat ik dat gewoon mooier vind. Nou, ik heb wat papier uitgezocht. Samen met Sophie hebben we vier blaadjes uitgezocht. Die we mooi vonden. Die gaan we gebruiken. Ik heb een oude kwast eigenlijk. Waar ik de gel medium straks mee op ga brengen. Nou, het blikje is droog. Ik heb de andere blikjes heb ik overigens ook alvast voorzien. Van een laagje gesso. Zodat we straks de andere blikjes nog samen even kunnen doen. Nou, hoe gaan we nou te werk? Ik ga gewoon wat van dat collagepapier pakken. En ik ga gewoon wat stukjes scheuren. Ik maak stukjes, niet te groot, niet te klein. Die leg ik even apart. Dit gooi ik niet weg. Stop ik allemaal weer terug of ik gebruik het nog. Nou, van deze gaan we wat afscheuren. Die leg ik weg. Ik wil dit stukje een beetje gebruiken. Dus al het papier wat ik straks overhoud, dat gaat allemaal weer terug in dat mapje. Hou ik allemaal bij elkaar. Kun je altijd nog weer gebruiken. Dat was het roze. Dan wil ik nog wat van het blauwe hebben. Je ziet hier de witte scheurrandjes. Ik vind dat wel mooi om dat af en toe er doorheen te zien. Het ligt er maar net aan hoe jij scheurt. Je ziet, ik scheur van de voorzijde van het papier. Nou, aan de ene zijde zie je dus dat witte randje en aan deze kant niet. Ik maak me daar niet druk om. Zie ik het witte randje, vind ik het prima. Zie ik hem niet terug, is het ook prima. Nou, ook van deze ga ik wat stukjes scheuren die ik weer straks ga gebruiken. Wat ik straks overhoud, kan ik ook weer voor die andere gaan gebruiken. Dus. Nou, ook van deze wil ik nog wat. Dus we gooien niets weg. We kunnen het altijd later nog weer gebruiken. Ik gebruik dit bijvoorbeeld ook heel veel om achtergronden te maken voor een art journal pagina. Dan heb je gelijk al wat kleur op je, op je achtergrond zitten. Ik denk dat ik zo wel genoeg heb. Mocht ik nog tekort komen, kan ik altijd nog weer stukjes erbij gaan pakken. Nou, mijn gel medium pot even openen. Nou, wat ik nu doe, ik ga op de Pringlesbus, daar ga ik een beetje van die medium aanbrengen. Ik leg het papiertje erop en ik druk het met mijn penseel aan. Zorg ervoor dat jij een beetje een laagje hebt, zodat het ook kan hechten.
En daar valt het mij al uit de hand. Ik laat het deze keer zitten. Normaal gesproken dan knip ik het er altijd uit. Jullie zien, ik laat geregeld iets uit mijn handen vallen. Ja, ik maak me er eigenlijk niet zo druk om. Dit droogt helemaal mat op straks. Dus je vindt hier van die, ja, dat glimmende laagje vind je niets terug. Ga je dus de gloss versie gebruiken van de mat medium, dan blijf je daar een glimmend laagje zien. Nou, ik vind dat niet mooi. Ik ga in eerste instantie dit helemaal bekleden. Dus ik breng gewoon een laagje van dit aan. Je drukt het dus echt aan met je penseel. Ik zou hiervoor niet een hele dure nieuwe penseel gebruiken. Dit is de eentje van de HEMA, een hele goedkope. Nou, jullie zien al wel een beetje wat de bedoeling is. Nou, die medium, dat is nou nog een beetje, ja, wittig, zeg maar dat droogt helemaal transparant op. En ja, op deze manier komt er straks een heel leuk laagje. Tevoorschijn. Nou, dit is nog maar een eerste laagje, dus ik ga hem straks nog verder bewerken. Ik ga eerst even rustig door. Ik ga hier een laagje opmaken. Jullie hebben gezien nou hoe ik het doe. Dus kleine stukjes papier erop. Je kunt ook in één papier aan één geheel doen. Dat zou misschien best kunnen. Maar ja, ik vind het mooier om al die kleine stukjes te doen. Dan heb je gelijk heel veel interesse in jouw achtergrond. Ik vind dat heel mooi. Maar vind jij dat dus niet mooi, dan kun je ook in zijn geheel iets er langs heen maken. Maar het is echt mijn bedoeling om lekker veel interesse in de achtergrond te krijgen. Door er al die leuke papiertjes op te plakken. Dus zorg voor een beetje een basislaagje. Dat er een beetje een dik laagje op zit. Dan leg je eigenlijk het papiertje daarin. Vervolgens druk jij het met jouw penseel, druk jij alles aan. Het is echt niet zo moeilijk. Nou, ik ga nog lekker even door. Is dat een kaassoufflé? Nee, dat is geen kaassoufflé, Sophie. We gaan dit helemaal rondom bekleden. En als ik daarmee klaar ben, dan kom ik weer bij jullie terug. Nou, daar ben ik weer terug. Ik was al wat begonnen. Er is mij wat fout gegaan met filmen. Kan gebeuren. Ik ga in ieder geval vertellen wat ik in ieder geval van plan was en wat ik een beetje al heb gedaan. Al die stukjes papier, die heb ik dus gelijmd. Het is droog. Dat wil zeggen, ik kan het aanpakken. Zo droog is het. Helemaal binnenin is het nog lang niet droog. Het zal ook echt nog wel een dagje moeten uitharden voordat ik het helemaal af kan maken. Ik wil namelijk, dat heb ik al een beetje gedaan, zwart toe gaan voegen. En hier heb ik nog niks. En dat zal ik laten zien. Dit is zoals het was. En ik ben dus een beetje zwart gaan toevoegen. Waarom ben ik zwart gaan toevoegen? Zwart haalt de kleuren op. En dat is ook iets wat ik altijd doe met een art journal pagina. Dit kun je namelijk ook prima doen op een plat stuk papier. Dat je daar dus een achtergrond van gaat maken van een art journal pagina. Je maakt al die stukjes papier, die verlijm je op dezelfde manier op jouw vel papier. Dan heb je al een achtergrond. Nou, dan voeg ik altijd zwart toe. Zwart, dat zorgt er gewoon voor dat de kleuren veel helderder worden, dat de kleuren wat meer naar boven komen. Nou, dat heb ik hier al een beetje gedaan. Ik heb daar een masstencil voor gebruikt van Pronti, Yolanda de Ronde. Daar is dit stencil van. Vooral dit stukje vind ik ontzettend mooi, dus ik ga deze ook gebruiken. Nou, ik leg het masstencil op het blikje. En vervolgens ga ik met een make-up sponsje, deze is al eerder gebruikt voor de groene kleur, je ziet het nog zitten.
Ik laat het altijd drogen. Wordt het hard, dat harde stukje, dat knip ik eraf. Dan kan ik het sponsje nog gerust voor een andere kleur gebruiken. Dit is acrylverf. Als acrylverf droog is, dan is het ook watervast. Gaat er dus niets meer mee gebeuren. Kun je prima weer gebruiken voor een andere kleur bijvoorbeeld. En op deze manier gebruik ik de sponsjes net zo lang. Tot op een gegeven moment de sponsjes te klein zijn dat ik er niets meer mee kan. Dan gooi ik ze weg. Maar ik kan ze zo rustig een stuk of 3-4 keer misschien wel gebruiken voor een project. Nou, ik heb hier nog wat zwarte verf. Ik gebruik Amsterdam verf. De verf die ik hier gebruikt heb voor het papier, dat is ook Amsterdam verf. Sophie is inmiddels druk bezig met de andere blikjes die we hadden. Zij is al die stukjes papier aan het verlijmen. Gaat hartstikke goed. Ze is al met het tweede blikje bijna klaar volgens mij, of niet Sophie? Ja, ik breng alleen nog geen extra laagje over zodat het goed vast zit. Goed zo. Goed zo. Jij hebt goed opgelet. Hè, hoe mama het deed. Dus ze is nog bezig. Gaat hartstikke goed. Ik laat haar ook rustig zitten aan haar eigen tafeltje. Kan ze prima zitten. Nogmaals, dit is nog lang niet echt goed droog. Dus dit moet je echt een dag eigenlijk wel laten drogen. En voordat je het echt verder kunt gaan verwerken. Met acrylverf kun je er al wel voorzichtig op. Dat is ook wat ik dus hier gedaan heb. Ik pak het mastencil en ik ga voorzichtig deppend door het mastencil heen drukken. En dan zie je dat er een zwart motiefje is gekomen. Nou, dat ga ik gewoon op enkele plekjes doen. Het mooie van acrylverf is, hier ging mij wat verf onder het stencil door. Is niet erg, kan gebeuren. Ik veeg het dan altijd een beetje uit met mijn vinger. Zodat het al zo lijkt dat het zo hoort. Dan pak ik een babydoekje. Met een vochtig babydoekje kun je namelijk al heel veel nog wegpoetsen. De verf die hieronder zit, die is beschermd. Door dat extra laagje van die gel medium wat je er nog overheen hebt gedaan. Dus deze stukjes papier, die zijn beschermd. Dus je kunt prima met een vochtig babydoekje, kun je wat van die verf weg gaan halen. Want die is nog niet helemaal droog. En laat je dit een dag drogen, dan gaat het jou niet meer lukken. Maar als je dat een beetje snel doet, kun jij plekjes die niet helemaal goed zijn gegaan, kun jij nog verwijderen met een vochtig babydoekje. Nou, ik ga eens even kijken. Hier laat ik heel bewust een ruimte vrij. Ik wil hier namelijk nog wat op gaan schrijven. Dat schrijven dat ga ik dus echt pas morgen of overmorgen doen. Dus ik laat deze heel goed eerst drogen voordat ik hier met mijn Posca markers op ga werken. Ik wil nog wat met een witte Posca marker wat accentjes gaan brengen op die zwarte figuurtjes die ik heb gemaakt. Ook dat ga ik pas morgen of overmorgen doen. Het moet echt eerst heel goed drogen. Wil ik hier met mijn Posca markers op gaan werken. Om ervoor te zorgen dat mijn Posca markers niet stuk gaan. Dit is echt nog niet droog genoeg om dat te doen. Ik ga straks, als ik alles klaar heb, ga ik foto's maken. Die zie je aan het einde van deze video weer terug. Dit is eigenlijk hoe het dan ongeveer geworden is. Dus een mooi blikje waar je pennen in kunt doen. Waar je allerlei materialen in kunt doen. En het staat natuurlijk ontzettend leuk op je bureau. Dus ik ga er eentje voor mezelf. Sophie die krijgt er twee op haar bureautje. En toch iets zelf gemaakt. Budget stiekem. Want anders had je dit misschien weggegooid. En de papiertjes gemaakt al in een eerder project met een gelplate. Misschien heb jij wel designpapier liggen waar je eigenlijk niet zo heel veel meer mee doet. Kun je prima gebruiken voor dit soort projectjes. Dit past allemaal bij elkaar omdat ik deze kleuren ook allemaal bij elkaar heb gebruikt. Dus dan past het altijd bij elkaar. Alles wat ik over heb gehouden ga ik weer terug doen in mijn mapje. Die gaat weer in mijn kast. En die kan ik weer gebruiken voor een volgend project. Mijn mastencil ga ik zo nog eens even goed schoonmaken.
En dan gaan we de boel weer opruimen. Dus dit was het voor deze video. Heb je nog vragen? Stel ze mij gewoon. Heb je opmerkingen? Zet ze er ook in. Ik hoop in ieder geval dat ik jullie weer op een idee heb gebracht wat jij kunt doen. Onze hobby is heel breed. Onze hobby is heel veelzijdig. We hoeven ons niet te vervelen. Ik heb me ook nog nooit verveeld overigens. Ik kom altijd tijd tekort, maar dat zullen jullie ook wel herkennen. Ik hoop elke woensdag, elke zondag weer een nieuwe video voor jullie online te hebben. Maar het zal de komende tijd misschien niet altijd gaan lukken. We hebben hele rare weken gehad. Er gaan ook nog wel rare weken komen, ongetwijfeld. En lukt het, dan lukt het. En lukt het niet, dan lukt het niet. Mijn gezin gaat gewoon voor, zo simpel is het. En volg mij ook vooral op mijn Facebookgroep. Dus Patricia's Inspiratiehoek, een besloten groep op Facebook waar jij lid van kunt worden. Even 3 vragen beantwoorden. Niet zozeer omdat het moet, maar omdat ik dan gewoon een idee krijg wat jullie leuk vinden. Ik laat geregeld zelf iets zien op de groep. Hoewel de laatste tijd het allemaal wat minder was. Omdat ik ook bijna niet creatief bezig ben geweest door alle omstandigheden. Maar ik laat daar geregeld wel dingetjes zien waar ik mee bezig ben, wat ik aan het ontwikkelen ben. Jullie mogen daar ook jullie creaties laten zien wat je maakt naar aanleiding van een video van mij. Het is gewoon een gezellige groep bij elkaar en niks moet, alles mag. Dus je hoeft geen creaties te plaatsen. Je mag ook rustig meekijken, je mag meekletsen. Niks moet, alles mag. Nou ja, alles mag. We moeten vriendelijk blijven naar elkaar. Dat vind ik het allerbelangrijkste van mijn groep. En dat het een veilige groep is waar iedereen zich thuis voelt. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En of je nou beginner bent of je nu een gevorderd iemand bent. Het maakt allemaal niet uit. Iedereen mag daar zijn of haar ding laten zien. En kijk daar vooral naar. Ik ga een linkje plaatsen onder in de beschrijving van deze video. Daar ga ik overigens ook alle materialen weer neerzetten die ik vandaag gebruikt heb. En misschien dat jullie ook zoiets leuks kunnen maken. Nou, ik ga stoppen. Ik ga alles opruimen. En ik hoop jullie in ieder geval zo snel mogelijk weer terug te zien. Wil je nu geen video van mij missen? Abonneer je dan vooral op mijn videokanaal. Dan mis je geen enkele video meer. Klik je op het belletje. Dan krijg je een melding zodra er weer een nieuwe video is. En maar anders zie je mij gewoon terug tussen jouw andere abonnementen. Waar jij ook op geabonneerd bent. En daar kun je mijn video's ook altijd weer terugvinden. Maar als jij dus abonneert op mijn videokanaal, dan, dan mis je geen enkele video meer. Plus, jij helpt mijn videokanaal groeien. En dat is iets wat ik de komende jaren echt nog hoop te doen. Ik ben lekker bezig. Ik groei ontzettend. Ik vind het ontzettend leuk ook om te doen. En ik hoop alleen dat ik er iets meer tijd voor ga krijgen om het te doen. Als alles straks weer een beetje rustig is. Thomas mag overigens weer naar school. Ben ik heel erg blij mee. Niet fulltime. Maar enkele dagen per week mag hij weer naar school. Dus ik hoop dat de rust hier ook weer een beetje terugkomt thuis. Dat ik ook weer lekker aan de gang kan. En we zien het wel. We zien wel waar het schip strandt. En ik hoop jullie in ieder geval bij elke video weer gezellig terug te zien. En dit was het voor vandaag. Dan dank ik jullie voor het kijken naar deze video. En hoop ik jullie gewoon zo snel mogelijk terug te zien bij je volgende. Dus dankjewel voor het kijken. Graag tot snel.